tutorial. Hoi, ik ben Romy van Beats & Basics en vandaag ga ik jullie uitleggen hoe jullie een ring kunnen maken met Milky Delica kraaltjes en behulp van de Peyote Stitch. De spullen die je nodig hebt om deze ringen te maken zijn naalden, de Milky Delica's 11-0. Voor het patroon wat ik ga maken in deze ring heb ik 3 kleuren nodig, maar dat mag je zelf bepalen. Een schaartje en celondraad. Voordat we gaan beginnen ga ik heel even uitleggen hoe je dit patroon moet lezen. Ik heb dit patroon zelf gemaakt via Beetool. Dat is een app die je kan downloaden voor op de PC. Daarbij kan je heel makkelijk je eigen patroon maken met verschillende soorten technieken. Voor deze ring heb ik gebruik gemaakt van de Peyote Stitch. En die heb ik hier uitgetekend. Dit patroon moet je lezen van links naar rechts. Omdat we op die manier dadelijk ook gaan werken. Dus we beginnen links op het patroon. Dit is het sluitnetje, maar die gaan we niet gebruiken voor deze. Dus die moet je even wegdenken. Dus dan beginnen we hier aan de linkerkant. Dan zie je dat er 2 oranje, 2 gouden en weer 2 oranje kralen zijn waar we dadelijk mee gaan beginnen. Vervolgens komen we hier onderuit. En dan zie je dat hiernaast weer een oranje kraal ligt. Dus dat is dan de volgende die we eraan gaan rijgen. Dan gaan we door deze middelste kraal heen. En komen we bij deze 2 gouden kralen uit. En dat betekent dat je daarna door de gouden kraal heen gaat. En weer terug naar de middelste. Dan heb je weer 2 oranje. Dus dan ga je door de buitenste oranje heen. En dan heb je je bovenaan. En vervolgens ga je steeds zo van beneden naar boven, naar beneden, naar boven ga je het patroon af. Als je een paar rijen hebt gemaakt, dan kan je al goed zien dat je patroontje erin komt te zitten. Een van de belangrijkste dingen van het maken bij dit patroon is dat de sluiting goed uitkomt. Want je wil dat die precies naadloos in elkaar gaat vallen. Waar je dan heel goed op moet letten, is dat je bij het begin van je patroon heb je hier de uitstekende kralen. Dat is nummer 1, nummer 3 en nummer 5. En je wil dat aan de achterkant van je patroon wil je nummer 2, nummer 4 en nummer 6 hebben. Als je dat hebt, dan vallen uiteindelijk de kralen precies in elkaar en dan zie je niet waar de sluiting is. Om te beginnen heb ik een stuk celondraad aan mijn naald bevestigd en ga ik mijn eerste kleuren rijgen op de naald. Bij mijn patroon wordt dat 2 keer oranje, 2 keer goud en dan weer 2 keer oranje. Als je dit soort ringen voor de eerste keer maakt, zou ik aanraden om voor een makkelijk patroon te gaan, zodat je goed kan volgen waar de kralen komen te liggen. Dan vervolgens ga ik met de draad die aan de onderkant eruit komt, pak ik een extra kraal die naast de onderste kraal komt te liggen. Pak de kraal op en dan doe ik die waar de ene laatste kraal kan zien. En dan zie je dat ze op deze manier naast elkaar komen te liggen. En dan vervolgens pak je de kraal die naast de eerste gouden voor mij komt te liggen. En dat is bij mij nog een gouden. En dan vervolgens ga ik door de vierde kraal heen. Vervolgens doen we dit bij de laatste hetzelfde. Gaan we degene pakken die naast de ene laatste kraal komt te liggen. En dat is bij mij opnieuw een oranje. En als je dat dan gedaan hebt, dan zie je dat je je eerste rij van je Peyote Stitch hebt gemaakt. En dan wordt het een stuk duidelijker waar de kralen doorheen moeten. Vervolgens pakken we de volgende kraal in het patroon. Bij mij is dat een gouden. En dan haal je dat door de eerste kraal heen. Op deze manier. Zodat die mooi langs de andere komt te liggen.
En dan gaan we eigenlijk de volgende kraal pakken. En vervolgens gaan we in dit openingetje gaan we de volgende kraal leggen. Bij mijn patroon is dat een oranje kraal. Dus die pak ik op. En dan doe ik die door de uitstekende kraal heen. Dat hij er mooi naast komt te liggen. En vervolgens pakken we de volgende kraal van het patroon. Bij mij is dat degene die hieronder komt, wordt goud. Dus dan doe ik die in de laatste uitstekende kraal. En op deze manier heb je de tweede rij gemaakt van je Peyote Stitch. En vervolgens gaat het eigenlijk steeds hetzelfde door. Je pakt steeds een nieuwe kraal en die doe je door de volgende uitstekende kraal heen. Dat blijf je doen totdat je aan de lengte bent die precies om je vinger heen past. Nu hebben we de gewenste lengte voor de ring, zodat hij precies past. En het belangrijkste met het afwerken is dat je ervoor zorgt dat hij zo precies in elkaar valt. Zodat we hem op die manier kunnen afwerken. Zodat de kralen op deze manier precies zo op elkaar aansluiten, zodat je een naadloze sluiting krijgt. Nu gaan we door de laatste paar kralen heen rijgen. En dan beginnen we met de meest onderste kraal die uitsteekt. Op deze manier. En vervolgens pakken we van de andere kant, pakken we daar de eerste kraal die uitsteekt. En zo pakken we weer aan de linkse kant de kraal die uitsteekt. En weer van de rechterkant. Totdat je bovenaan bent. En als je dan dit touwtje aantrekt, dan zie je dat hij zo een naadloze sluiting maakt. Dan zie je er eigenlijk helemaal niks van. Vervolgens pakken we de draden en leggen we hier bovenin, waar ze allebei uitkomen, een knoopje. En dan rijg ik nog een paar keer. En dan pak ik hem nog. En dan rijg ik nog een paar keer er doorheen. Maakt niet uit waar, maar dit is gewoon voor de zekerheid dat de draad niet losgaat. Het is wel belangrijk dat de kralen waar je doorheen gaat op elkaar aansluiten, want anders dan zie je de draad bovenlangs lopen. En als je dan door een paar kralen heen bent gegaan, dan kan je die draad afknippen. Dat ga ik nu bij de andere kant precies hetzelfde doen en dan is de ring helemaal klaar. Je zou eventueel nog kunnen kiezen om hier een druppeltje lijm te doen. Alleen
Het is niet nodig. En als je dat doet, dan en je lekt een beetje, dan worden de kralen hard en dan zit hij niet meer comfortabel. Dus, zo op deze manier hebben we een ring gemaakt met de Milky Delica's met behulp van de Peyote Stitch. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden om te maken als ik. Heb je nou ook deze ring gemaakt? Deel hem met hashtag Beats & Basic op Instagram. Tot de volgende keer!